Ayo ke sini dong. Aku baru memanggil. Kenapa? Itu loh, film pelajaran Viva Indonesia mau mulai. Oh, Viva Indonesia. Bagus. Ja, in het dorp Jalsnezen, Oost-Java, kwam ik in 2008 voor het eerst in aanraking met Indonesië. Ik deed mee aan een ontwikkelingsproject, sliep bij een gastgezin, werd meteen geconfronteerd met allerlei nieuwe regels. Om een huis binnen te gaan en om mensen te begroeten. Kijk, het leuke is, met kinderen mag je dus wel gewoon je hand op je hoofd leggen. Het mag, maar doe dat bij oudere mensen niet. Ook niet als je ze mag, want het hoofd is iets heiligs hier ook in deze omgeving. Dus dat moet je vooral niet doen. Ja? Prima kasih. Ibu sedang apa sekarang? Anu mencabut rumput. Ya? Ya. Mencabut rumput armatan yang tak kenal. Bisa tolong? Apa? Bisa tolong? Ini. Ini? Als je oversteekt, doe het dan heel arrogant, steek je hand op, want bij de opgeschreven hand, daar stond heel veel deze. Ja, ik kijk eerst rechts, links, rechts, is de weg vrij? Ja hoor, arrogant de hand opsteken en lopen maar! 6 years old, somebody bring here, so I'm doing. Ja, yeah, and still want to smoke. Ja, yeah. Yeah. Still want to smoke. Tapi orang di sini belum pernah kasih. No, kijk, en het geeft zo zeker gevoel in die bedzak. Van tevoren prijzen afspreken, hoef je daarna niet meer met die mensen in discussie. Heerlijk. En als je nou slim aanpakt, dan word je nog een beetje bruin ook, weet je wel. Heerlijk, zalig. En zelfs als je niet weet of het ver weg is, moet je gewoon zeggen, het is niet te ver. Tidak terlalu jauh. Want dat zeggen de mensen. Als het te ver is, geven de mensen geen prijs. Dat doen ze. We zitten heerlijk gezellig bij de familie aan de koffie. En ik zou zeggen, als je in Indonesië bent, doe dat nou ook mensen, want het is prima, prima, prima. Superleuk.